Vandaag zijn we dus op weg naar WoDEK. Omdat er in Wodek een zelfbouwtreffen is, of beter een treffen is van zelfbouwers. Dus van mensen die zelf een kamertje ingericht hebben, eigenlijk wat ik aan het doen ben. Ik ben nog volop bezig, maar ik vond het vooral. We zijn met de fietsen wel dus ik woon daar niet zo heel ver van. En euh, ik was vooral benieuwd. Ik moest informatie hebben rond die achterzit, maar ik was vooral ook heel benieuwd uh, hoe dan andere mensen dat juist had op het uh, forum. Dus, het is via een forum: campersite.be is denk ik de juiste benaming van de website, of zwerfauto.be. Of het zijn al twee dezelfde websites, ik weet het niet. Maar het was een van die twee die eigenlijk uh, een treffen hier in wat ik had georganiseerd. En we gaan eens gaan kijken. En hier zijn we aangekomen op de locatie. Dus dat was een uh, jeugdherberg, denk ik. Of in elk geval een gebouw dat opengesteld was voor toerisme. En uh, dus hier ziet het gebouw zelf nog eens. En op de zijkant was er een parking met een aantal campers. Er stonden vooral busjes die ingericht waren. Heel goed ontvangen ook. Iedereen kende elkaar. Ja, dit is trouwens een uh, fabriekskamper. Die was niet zelf ingericht. En er stond een beetje van alles. Ook uh, 4x4 zoals hij hier ziet. Dat, dat was bijvoorbeeld... 4x4 met de laadruimte omgebouwd tot een kamp, eigenlijk met een snorkel. Zelf. Die mensen waren naar IJsland geweest ook. En dan had je ook een Defender zoals deze hier. Die eigenlijk met een, een enkele cabine. En dan een laadbak, waarbij dat bovenop de laadbak een constructie was gemaakt met aluminiumprofielen die gebruikt werden voor flight cases Voor het maken van flight cases in de muziekwereld en zo. En daar konden ze dan in slapen. Dat was ook een koppelt waren ik vooral. Um, koppels, oudere koppels zelf. En ik was eigenlijk op zoek naar informatie rond die achterste zitbanken, dus heel veel info heb ik niet gevonden, omdat de meesten zelf geen zitbanken achteraan hadden. eigenlijk. Er waren in totaal drie kabinetten waarbij dat er achteraan een zitbank stond. Eén daarvan was een kabinet die was uh, aangekocht uit Nederland. Dat was een dubbele cabine waarbij dat er achteraan twee zitplaatsen waren: een Vlaamse kabinet. Met een dubbele cabine, maar die heeft van achter drie zetplaatsen en dan zag je dat je heel moeilijk door kon naar achter. Dus dat was eigenlijk geen optie, dat was niet zo interessant. En dan was er nog een, een derde, waarbij dat er een, een Italiaanse zitbank achteraan was ingebouwd met papieren en die was zo goed gekeurd, maar dat was al een tijdje geleden en die mensen kon mij direct ook vertellen dat dat nu niet meer mogelijk was. Bijna allemaal oudere koppels, want dat was eigenlijk een uitzondering. Dit was een fotograaf. Die zijn camin, was eigenlijk een uh, lengte 3, hoogte 2, identiek aan wat dat wij hebben. Hij had hij was nog volop bezig, dus je ziet hier nog die relatie zitten. En je ziet ook dat hij veel met multiplex materiaal gewerkt heeft. Ik heb ook heel wat uitleg gekregen van die mensen. Die uh, loopplank, dat je ziet, dat was voor zijn, de montage van zijn fiets en dan kon hij daar, die daar gemakkelijk uitschuiven. En zo waren er eigenlijk wel heel veel ingenieuze situaties of, of uh, systemen uitgedacht. Hier zie je bijvoorbeeld een toilet dat volledig weggestoken zat. En dan kon je door dat simpel naar boven te schuiven, het toilet gebruiken. Bij die mensen was de, dat was een surfkoppel. En de keuken was eigenlijk achter de zitplaatsen, achter de voorste zitplaatsen in de dwarsrichting gemonteerd. Dat is ook heel ingenieus. Ze hadden ook een systeem zoals dat je hier ziet voor de verluchting, een plankje dat je eigenlijk tussen het raam kon schuiven. En uh, die mensen dan ook echt voor, voor alles en nog wat een, een oplossing. En ze zeiden mij ook direct van, uh, een van de belangrijke dingen is dat je voor, uh, voor alles, maar echt voor alles, een plaatsje hebt in je kabinet. Dus dat je eigenlijk uh, alles ergens wel kwijt kunt. En dan is ook, uh, hier zie je bijvoorbeeld die boxen zijn, uh, computerboxen die ze gebruikt hadden. En hier zie je dat ze een, uh, ja dat fietsrek trouwens, is een fietsrek dat achteraan gemonteerd is, niet op de deur. En dat uh, opzij geschoven kan worden, dus zodat de deur nog kan opengedaan worden. Hier zie je die surfplanken ook trouwens. En dan hier zie je dat ze aantoont dat je overal een plaatje moet voor hebben. Zoals bijvoorbeeld voor haar tafel heeft ze dus dan deze locatie voorzien. Waar dat ze alles in. Uh, en bakken waarin ze alles kwijt kon. Deze mensen hadden benches achteraan, dus om honden te vervoeren. En dan hier, ja, dit was een camper, een Mercedes-printer. Die echt heel ingenieus was ingericht. Hier kon je bijvoorbeeld dat uh, kookblok wat dat hier in de ingang staat, kon je volledig opschuiven om zo de inhang vrij te maken. En dat schoof eigenlijk over de zitplaatsen die, uh, die naast dat keukenblok waren. En dan had je ook in de douchenatjes vergelijkbaar, waarbij dat, uh, er eigenlijk een kleerkast ingebouwd was in de douche, dus je kon je kleren ophangen in de douche. Maar als je dan wou douchen, kon je die kleerkast daar volledig uitschuiven en kon gaan douchen. Dus super ingenieus. En sommige waren echt... Uh, ja, bijna fabriekskampers uh, qua afwerking. En dan dit was nog een stapje dat we bij meer dan van die campers hebben zien staan Ben al op zoek gegaan. Dat is eigenlijk een plooibaar stapje, ben al op zoek gegaan naar waar dat te koop was. Soms komt het in de Aldi denk ik, volgens wat ik begrepen heb van die mensen, maar ik heb ook gezien dat je dat op Amazon kunt kopen. Dus kort samenvat, heel interessant, heel veel vragen kunnen stellen, heel veel campers kunnen zien, maar heel veel toffe ideeën. Maar wel geen, geen antwoord op mijn vragen rond inbouw van een achterzetel. Maar ik heb ondertussen al een beslissing gemaakt wat de achterzetel betreft. Dus daar volgt nog wel wat informatie rond. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.